Om Suriname uit de financiële crisis te halen, zal de regering moeten bezuinigen. Er is een financieel-economisch crisissysteem binnen de regering dat concreet gaat aangeven hoe het pakket van maatregelen eruit zal zien. Over dit pakket aan maatregelen is de regering volgens president Chandrika Prasad Santokhi in goed overleg met vakbonden en bedrijfsleven. Ook de Sociaal-Economische Raad, die op 7 september wordt geïnstalleerd, zal betrokken worden. U hoort het staatshoofd tijdens de assembleevergadering op dinsdag 1 september 2020. Voorzitter, we gaan bezuinigen. We gaan ook aangeven namelijk hoe onze crisisbeheersing eruit ziet. We hebben gelukkig een financieel-economisch crisisteam binnen de regering, dat concreet gaat aangeven hoe dat pakket van maatregelen eruit ziet, waarmee we in goed overleg zijn met de vakbonden en het bedrijfsleven. We hebben maar eentje eruit gelegd, government take, omdat we die salarissen niet konden betalen, voorzitter. Daarop kom ik terug. Dan gaat u zien hoeveel extra druk op personeelskosten rust door aantrekken van zoveel duizenden mensen last minute. Voorzitter, wij gaan overleg voeren met de vakbonden en bedrijfsleven. De SER Sociaal-Economische Raad wordt op 7 september geïnstalleerd. Dat pakket wat we gaan overeenkomen gaan we aanbieden aan de SER. Na de inzichten van de SER en volledig finaliseren van het pakket van maatregelen, brengen we het naar het parlement. Als het kan, er is op de eerste dag van de jaarrede. Voorzitter, naast de overige zaken die moeten plaatsvinden op de jaarrede op 29 september, voorzitter. Dat is twee, de categorie van venster van maatregelen. Derde venster is dat we praten, ja, met multilaterale instituten zoals IMF, IDB en World Bank. Om daar ook de bijstand te krijgen, de technische bijstand te krijgen. Om ook onze schuldpositie, de hele hoge schuldpositie en de hoge rentes, dat goed te herstructureren, te herprofileren met een goed crisisbeheersingsplan. Dat traject in derde window plus ook, vindt ook plaats, voorzitter. Het vierde traject is dat ook kijken, ja, naar commerciële leningen, internationaal kapitaalmarkt ligt stil. Daar zijn er heel wat aanbieders nu op dit moment die met ons willen praten om mogelijkheden zoeken van goedkoop kapitaal aantrekken, voorzitter. Om voor lange termijn dat probleem in Suriname op te lossen als het gaat om de financiering van de economie. En ook om het land zo snel mogelijk de crisis te halen. Eén ding kan ik wel zeggen, voorzitter, het pakket van maatregelen. Daar hebben we aanstaande donderdag weer een bespreking met het financieel crisisteam. En daarbij gaan we een deel van het pakket van maatregelen naar voren trekken. Naar voren trekken, voorzitter, want we gaan ook in september problemen krijgen met salarissen. Om dat pakket alvast te bespreken, en we gaan met name die bronnen aanspreken die niet gaan doorwerken naar de portemonnee van de burger, voorzitter. En daarvoor zijn een tal van bronnen al geïdentificeerd. Die liggen in de goudsector, die liggen in de concessiesector, die liggen in de houtsector en nog meer. Om te kijken hoe we zo snel mogelijk inkomsten daar kunnen genereren, voorzitter. Om die samenleving te beschermen, voorzitter. En uiteraard is die laatste window, venster, namelijk gesprekken die we voeren met bilateraal met overheden, bevriende naties. Om ook daar die nodige ondersteuning te krijgen. Dat is onlangs gebeurd met Nederland. Dat gaat binnenkort ook gebeuren met andere bevriende naties met wie in overleg zijn, voorzitter. Voorzitter. Het is goed dat we dingen in perspectief plaatsen. Als ik dit verhaal presenteer, dan moet u in dit verhaal inderdaad ook zien het beleid wat wij voeren rond COVID in deze crisissituatie. En laat het ook duidelijk zijn, namelijk ondanks de crisis, de ernstige crisis, dat we als regering ja in staat zijn op basis van onze inzichten drie prioriteitsgebieden te identificeren voor de korte termijn. COVID-beheersing, financiële crisisbeheersing en armoedebeheersing, voorzitter. Deze zijn de pijlers van onze prioriteiten. En nogmaals, ik heb al eerder gezegd, het volk heeft ons hier geplaatst, voorzitter, om het land uit de crisis te halen. Dat is de opdracht die we gekregen hebben als nieuwe regering, u ook als nieuw parlement.
En we gaan het land uit de crisis halen. De strijd is geleverd. De democratische strijd is geleverd. Laat die personen die afgewezen zijn ook rekening houden met het, de democratische wil van het volk. Dat ze nu een ander beleid willen, ander bestuur willen. En dat gaan we het volk teruggeven. En u gaat binnenkort de eerste resultaten daarvan zien. Als we het regeerprogramma 2020-2025 aan het parlement gaan presenteren. Waar de tijdfases zijn aangegeven. Urgentiefase, stabilisatiefase en groeifase met concrete maatregelen. Zodat u een helder beeld heeft waar we met dit land gaan. Voorzitter, u kan niet zeggen, dat ziet er goed uit. We gaan dit land uit de crisis halen en we gaan de eerste stappen doen, serieuze stappen, om onze hoge schuldpositie op een goede wijze af te lossen. Dat is het karakter van de regering die hier zit. Goed bestuur, goed leiderschap, transparantie, rechtsstatelijkheid. En alles wat in die rechtsstatelijkheid zal blijken, dat het niet conform wet en recht is gegaan, daar heb ik de procureur-generaal gevraagd om binnen het Openbaar Ministerie een special desk te zetten, een speciale aanklager aan te wijzen om die corruptie aan te pakken in dit land, voorzitter. Dank u wel.